Gert, ondertussen heb jij afscheid genomen van Samson. Klopt, hè? Ja. Ja, hier werd trouwens jouw rol gespeeld door één van jouw Samsons, Peter Thijs. Ik weet niet of je hem herkend hebt. Ja, met pruksje nog. Ja. Ja, natuurlijk. Ja. Ja. Wij hebben eigenlijk nooit, mijn generatie, we hebben eigenlijk nooit afscheid kunnen nemen van Samson. We kunnen nu wel afscheid nemen van jou als baasje, maar we moesten maar bijpakken dat er altijd een nieuwe kwam. Klopt toch, hè? Ja, maar Samson is natuurlijk nooit vertrokken. Het karakter, hoe dat hem eruit zag, wat hij zei, wat hij deed, is in principe hetzelfde gebleven. Ja, want de magie zou op die manier doorprikt worden, ja, natuurlijk. Klopt, ja. Ja, maar ik vind dat jammer. En daarom wil ik daar nu eens verandering in brengen. Hij is niet zo goed te been, maar hij wil je heel graag zijn. Dames en heren, Danny Verbiest. Ah. Danny. Hallo. Wat een entree, man. Ja. 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 Ik ben er helemaal... Ja. Maar zo zie je maar wat u en uw fantastische Samson met ons heeft gedaan. Hè. Jij bent nu de musical aan het volgen. Herbeleef je het ook helemaal? Ja. En er zit natuurlijk mijn kleine hartje. Hè. Ja. Maar je denkt van, ja, ik had dat misschien kunnen niet meedoen en meespelen en zo, maar... Ja, mijn gezondheid laat mij een beetje in de steek. Ja. Mijn ijzeren gestel is een beetje verroest. Maar ik vind dat je hier toch wel stralend aanwezig bent. Wat zijn jouw herinneringen aan die beginperiode? Want Gert zei het daarnet ook al, het ging hard. We hebben toch proberen te genieten. Was het ook bij jou zo? Wel, als jij mij vraagt, wat weet je nog van je eerste dagen, dan zou ik zeggen, heb jij nog een week of drie, vier, om het allemaal te vertellen, want dat zijn dingen die bij mij zodanig ingebakken zijn, ja, dat ik die nooit meer ga vergeten. Nee. Volg je het nog allemaal? Ja, ja. Ja. Ja, ja. Je kan het niet loslaten? Nee. In het begin was het moeilijk als ik het moest loslaten. Dan was het moeilijk, maar uiteindelijk, ja... Weet je, het gaat verder en de mensen spreken er nog van. En jij bent hier aanwezig. En ik ben hier aanwezig. Ja, voilà. En wij onderhouden applaus. En... Wat natuurlijk legendarisch zijn de spraakverwarringen. Hoe zijn jullie daar eigenlijk ooit opgekomen, Gert? Was dat jouw idee? Ja, mijn tweede dochter... was op dat moment 5, 6 jaar. En die had een grote zus van 13, 14 jaar op dat moment al. En die wilde altijd met die grote meespreken. Uh-huh. Maar ze kende die woorden nog niet. Dus ze zei zo altijd iets dat er een beetje op leek. Dus vandaar is het gekomen. Ja. Wel, ik denk, het zou fantastisch zijn, Danny. Ik weet niet of je het nog in je hebt, ergens daar van binnen. Maar moest je nog één keer voor ons de Samson naar boven halen met die legendarische spraakverwarringen. Kan je nog iets brengen? Kan dat? Mooi, toch proberen, hè. Mama, Gertje. Eigenlijk, hè. Eigenlijk ben ik zo'n beetje heel, heel blij, hè, dat ik zo mag meedoen in jouw muizenval. Danny Verbiest! Gertje, jullie kunnen zo meteen nog verder praten.